Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups en Down. Wij hebben vannacht bal gehad hier. Jordi is wakker geworden, wilde niet meer slapen. Bla bla bla. Nou, een hele hoop gezeik gezever. Op een gegeven moment was Liam natuurlijk ook wakker. Nou, Liam die is uiteindelijk nu in de box. En die is aan het spelen. En Jordi... Niels heeft hem daar even ingelegd. Die ligt in zijn tentje te slapen. Dus dat. En ik heb op een gegeven moment nog een uurtje of zo geslapen, 2 uurtjes. Maar Niels, die bikkel, die is gewoon wakker gebleven. Dus. Ja. Ik ga gewoon beginnen met de dag en ik zie wel waar de dag eindigt, strand doet. Ik weet het ook niet. Maar ja, ik ga heel eventjes mijn ding doen. Ik heb even werk gehad met Jordi. Die had, weet ik veel waar, last van. Het leek niet op buikpijn of zo. Maar inmiddels heb ik hem weer rustig. Is hij lekker aan het spelen onder het genot van een filmpje. Die heeft hij als radio op de achtergrond aanstaan. Liam is ook lekker aan het rondhuppelen hier. Die was de box ook helemaal beu. En die is nu lekker aan het rondrennen hier. En dan ze dadelijk fruitje maken en alles. En dan is het weer bijna 10 uur. Dus, maar ja, hè. Ik denk dat ze gewoon in de broersvergadering die ze hebben, zoals nu... Dan zitten ze zo samen. Ik denk dat ze dan gewoon afspreken. Jij doet vannacht, doe ik volgende nacht. Dan mogen ze een keer een nachtje doorslapen. Maar niet te lang, want ze moeten wel... Ja. Ze moeten eraan blijven wennen dat er nog een broertje bij komt. Ze zullen weten dat ze papa en mama zijn. Wat vind jij ervan, Jordi? Zwijg eens toestemmen, Jordi. Ik denk dat ze zoiets bespreken of zo, ik weet niet. Maar ja, ik ga zo heel eventjes hier dingetjes klaarzetten voor straks als mijn ouders komen. Zodat dat allemaal mee kan. En wat ik nu in ieder geval niet nodig heb, dan zo. En dan, zodra ze vanmiddag een dutje aan het doen zijn, kan ik alles klaar gaan zetten. Zodat het mee kan. Want zodra, als het goed is, zodra ze wakker zijn en hun flesje hebben gehad... Zijn ze er als het goed is, dus dan kunnen ze als het goed is mee. Dus maar goed. Het zij zo allemaal, hoe het loopt. Liam was zo moe. Die ligt al lekker in zijn bedje. En ik ben Jordi nu een boterhammetje aan het geven. En dan gaat hij dadelijk ook een keer naar bed. Zo, hier is iemand wakker. Hallo. We hebben net zijn flesje gehad. Ik heb Jordi naar bed gedaan, kleren klaargelegd, tas ingepakt. Ik moet dadelijk alleen nog even het speelgoed doen en wat in Jordi's bed ligt. Ben jij zo blij? Ben jij zo blij? Mm. En mijn ouders zijn nog niet aangereden, dus ik kan de koelspullen nog niet in een tas doen. Die kan ik pas in een tas doen als... Oh, ik zie net een berichtje dat ze aan het rijden zijn. Dus ze zijn hier met een uurtje. Dus ik kan dadelijk alle spullen gaan pakken. Oh, dus dan zijn ze hier tegen. Maar 15:45, zoiets. Hallo. Heb je zin om naar opa en oma te gaan? Oké, je wordt zwaar, vriend. De kindjes die zijn inmiddels met mijn ouders mee. En ik had geen tijd gehad om te uploaden, dus dat ben ik nu ondertussen aan het doen. Ik ben ook eten aan het maken. Niels is inmiddels thuis gekomen en ik ga kapsalon maken. En eigenlijk is kapsalon heel simpel. Want wij doen het altijd met aardappelschijfjes. Die bak je gewoon in de friteuse. En je bakt je shawarma. En dat is eigenlijk... wat je moet bakken. En dan heb ik altijd komkommer, een tomaatje, een uitje, rood ui, lente ui, kan gewone ui zijn. en dan met wat sla en dat maak ik. En dan uiteindelijk maak ik er één geel van. De salade heb ik inmiddels gemaakt. Zoals jullie zien zitten daar cherry tomaatjes in, rode ui, daar zit komkommer in en sla. Ik heb niks erin gedaan qua aanmaken of zo. Dit is gewoon naturel. En dit gaat er dadelijk overheen als alles klaar is. Hier heb ik een schaal klaarstaan wat ik een beetje ingevet heb. Ik heb aardappelschijfjes gebakken, mogen natuurlijk ook frietjes zijn, maar wij vinden het lekker met aardappelschijfjes. Die gaan erin. Nou, het vlees zit erin, of ligt er bovenop, hoe je het ook wil noemen. Dan heb ik knoflooksaus en sweet chili saus. Hoeft natuurlijk niet van dit merk te zijn, het is gewoon wat je lekker vindt zelf. Maar wij vinden deze prima. Saus, check. Nu gaat er nog kaas overheen, geraspte kaas. Je kan ook plakken kaas gebruiken, wat je in huis hebt. Maar ik gebruik er altijd, geraspte kaas voor. De geraspte kaas zit er ook op. Dit gaat nu in de oven. En hoe lang het in de oven gaat, ja, dat is per oven verschillend. Ik heb hem op 200 staan. Dat zal ongeveer 10 minuutjes zijn dat de kaas lekker gesmolten is en dat het een beetje bruin begint te worden. Maar ja, het is maar net wat je zelf lekker vindt. Vind je het alleen gesmolten lekker zonder bruin dingetje erop, dan kun je het dan al eten zodra het gesmolten is. Je kan het ook onder een grill zetten, kan ook allemaal. Het is maar net wat je zelf het lekkerste vindt. En als het uit de oven komt, ziet het er zo uit. Sla er overheen en eet hem maar. En als je het dan op je bord hebt geschept, ziet het er zo uit. Niels wil altijd wat meer saus eroverheen. Dus dan krijgt hij nog wat knoflook erbij. En dan kan hij lekker eten. Eet smakelijk dus. Een hele goede morgen. Gisteravond heb ik mijn nagels gedaan. Het is niet helemaal zoals ik het wou, want ik wou hier ook iets op maken en dat is mislukt. Maar bijvoorbeeld mijn duim is wel weer goed gelukt. En mijn ringvinger is ook goed gelukt. Maar de rest heb ik allemaal een beetje maar gedaan. Maar ik dacht van... Niels die is al weg. Die is de trap uitzagen. Daar is hij gisteravond mee bezig geweest om te tekenen met de kennis van ons. En die is hier nu uit gaan zagen. En ik ga naar de kapper. Want dit... Yep. Dus jullie zien me in de volgende swipe dat ik geknipt ben. Maatjes zijn weer kort. Ik ben naar de winkel geweest, want de kindjes zijn vandaag niet thuis. En dan gaan Niels en ik vandaag iets doen wat we al heel lang niet gedaan hebben. En dat is gourmetten. Lekker. Maar eerst ga ik even een broodje eten. Dan ga ik boven poetsen, beneden poetsen. En dan kijk ik wel gewoon hoe ver ik met alles kom. Ondertussen de spullen voor het gourmetten klaarmaken. Dan denken jullie misschien, Mandy, gourmetten? Waar haal je die pakketten dan? Nou, dat is heel simpel. Gewoon met genoeg fantasie kun je heel veel ook zelf regelen. Is vaak ook nog in verhouding iets goedkoper. Want je kan dingetjes in de vriezer doen, enzovoorts, enzovoorts. Maar als ik eraan denk, laat ik het wel zien wat ik heb gefixt. Dus. Maar voor nu ga ik eerst eventjes een serietje even kijken. Een aflevering en even mijn broodje eten. En dan ga ik aan de gang. Ik ben hierboven aan het poetsen. Ik heb Jordi's kamer al klaar, Liam's kamer klaar, de overloop al klaar, de douche al klaar. Ik ben nou even dingen aan het uitzoeken op onze slaapkamer. En in ieder geval heel veel weggegooid al. In één keer staat er iemand achter me. Joef, 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 wat ben je boven aan het doen? Hè? Was je achter een vrouwtje aangelopen? Hè? Was je vrouwtje aan het zoeken? En ze heeft haar eigen gevonden in de spiegel. Net zat ze allemaal kusjes op de spiegel te geven. Kijk of ze het nou nog een keer doet. Joef, kijk eens hier. Ja. Ben jij dat? Ben jij in de spiegel? Wat ik me eigenlijk dan afvraag is, zou ze het nou doorhebben dat zij dat is, of zou ze het niet snappen? Ik heb geen idee. Maar ik ga nog heel eventjes hier verder, dan hoef ik daar alleen nog maar boven te stofzuigen en te dweilen. En als je boven klaar, heb ik weer een hele hoop uitgezocht, weggegooid en gedaan. Want ja, hè, moet ook allemaal gebeuren. Ik heb in ieder geval een vuilniszak vol. Wij gaan bakplaten. Ja, stelkrometten. Mandy heeft van allerlei lekkere dingetjes gemaakt. Ja. En daar gaan we nou lekker opsmullen met z'n tweeën. Yes. En genieten van de rust. Hm? Dus Joef, ga lekker liggen. En laat ons maar rust. Nou, wij hebben lekker gegeten. Maar natuurlijk heb je altijd vlees over. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gehaktballetjes gemaakt. Die heb ik apart afgebakken. Die heb ik nu in een kom gedaan, zodat ze eventjes af kunnen koelen. We hadden ook granaaltjes en wat zalm. En die heb ik al opgebakken vanmorgen. En de rest van het vlees heb ik allemaal in één pan gedaan met de groenten. En die ben ik nu aan het opbakken. En die kunnen we morgen dan eten met gebakken aardappeltjes. Zoals je ziet ben ik dit nu lekker aan het bakken. Er is vocht bijgekomen van de deksel van ons. Dus dan wordt morgen smullen. Wij doen nooit twee keer gourmetten, want daar hebben we geen geduld voor. Een hele goede einde van de middag, bijna avond. Wahaha. Vandaag heb ik niet veel gevlogd en jij ook niet. Nee, we hebben ook niet veel gedaan. Nou ja, wat we hebben gedaan, dat was niet echt camerawaardig. We hebben wat boodschapjes gedaan, we hebben een beetje opgeruimd en we hebben bank gehangen en we hebben Formule 1 gekeken. Jij hebt Formule 1 gekeken. Ik heb series zitten kijken op de tablet. We hebben met Joef geknuffeld. Dat was het eigenlijk. De kast opgeruimd. Oh ja, kast opgeruimd. Een echte zondag. Ja. Kindjes zijn nog bij mijn ouders. En aan het einde van deze ups en down laat ik al die filmpjes zien. En dan zet ik dagen erbij. Ze hebben het heel leuk gehad bij opa en oma. Hè? Ze hebben gechilled. Ja, gechilled met de billen. Dus, maar dat gaan jullie allemaal zo dadelijk zien. En als ik de dag zeg maar zo goed als ga afsluiten, dan zet ik ze hier achteraan. Nu ben ik even eten aan het maken. Of ja, maken. Vlees aan het opwarmen, want dat hadden we al zover klaar. En aardappeltjes bakken. En aardappeltjes aan bakken. En dan kunnen we dadelijk eten. En yay. Ja, dan ga ik even douchen. En dan komt de kindjes alweer bijna. Hoop je? Nou wel. Ik denk het wel. Ik denk dat ze op tijd eten geven. En als het niet zo is, dan is het niet zo. Hè? Maar goed, het is wel stil zo zonder kindjes, hè? Mm-hmm. Ja. Zoals jullie zagen zijn de kindjes weer thuis. Jordi is nog even aan het spelen. Liam die ligt al wel in bed. Ze hebben allebei al hun laatste fles gehad. Jordi was in slaap gevallen in de auto. Dus die zal nu nog niet gaan slapen. Dus die is nog lekker aan het spelen. En Joef is er ook. Dan ga ik nu eventjes de video editen. En alles aan elkaar plakken en doen. Zodat er weer een leuke video online komt. En Joef is ondertussen Niels aan het vervelen. Jordi die is nog even aan het spelen en die gaat zo naar bed. Ik heb zo goed als de hele video geëdit. Liam ligt te slapen. Yes. En wij gaan zo nog heel eventjes iets van televisie kijken als Jordi op bed ligt. En dan gaan we ook slapen. Ja. Dus bij deze wil ik eventjes zeggen dat nu de filmpjes komen die het weekend zijn gemaakt van de kindjes bij mijn ouders, bij opa en oma. Met commentaar van de opa erbij. En soms van oma. En daarna sluiten we de video af. Weer een weekendje opa en oma. Wij ook maar de keuken verkennen, hè? Wij gaan de keuken verkennen. Ja, even kijken waar de eten uitkomt, hè? De magnetron. Tussen 20:15. Eens kijken of Jordi wakker wordt. Goedemorgen, Jordi. Goedemorgen. Huh? Wakker worden. Wakker worden is een nieuwe dag. Ja, hallo. Hallo, Jordi. Hallo. Hier is opa. Kijk. Hallo. Jordi op ontdekkingsreis in de kamer. Jordi. En Liam op ontdekkingsreis in de keuken. En komt Jeremy met een hele bijzondere Caribische vis. Zo, ik ben wakker en dan ga ik juf Roos kijken. Juf Roos die is jarig. Zo goed? Zo goed? Een ultieme vorm van relaxation. Wat vinden jullie van mijn favoriet? En Liam krijgt fruit. Hoppa. Bij deze bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Welterusten.